Beste partijgenoten, wat een eer om u vlak voor zeer belangrijke verkiezingen voor Nederland te mogen toespreken. We komen van ver. 4 jaar geleden dacht een aantal dat wij niet in staat zouden zijn om de regering te controleren. Nou, de regering had die controle meer nodig dan zij zelf dacht. Wij steunden wel veel van hun plannen, maar op een aantal punten vooral niet. We waren tegen het afschaffen van de blauwe envelop, tegen die bezuinigingen op de AIVD en tegen plannen bij Veiligheid en Justitie. Niet constructief, schreeuwden de regeringspartijen. Wij zijn nooit constructiever geweest dan toen. Hadden ze toen maar naar ons geluisterd, de ministers van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris Sun van Belastingdienst, die we al gehad hebben. Wij komen met alternatieven. Die alternatieven die zijn niet altijd eenvoudig. Bij de pensioenen doen we niet alsof de rente 4% is wanneer die 0% is. Maar die lage rente die wordt veroorzaakt door een ECB die op een megalomane manier 2500 miljard staatsobligaties koopt voor risico's van de staten. Dat is onverantwoord en is een transfer van spaarders en gepensioneerden naar landen die een te hoge schuld hebben opgebouwd. In plaats van de rekenrente willen wij dat beleid van de ECB aanpassen, omdat het niet past in een openmarkteconomie dat de centrale bank de staat financiert. De Italiaanse staat wel te verstaan. ZZP'ers verdienen een eerlijke kans. Niet die ze van het kabinet krijgen. Wij deden een half jaar geleden al reparatievoorstellen voor een niet-functionele wet. De regering zei, wacht maar, alles werkt. En de regeringsfracties slikten het voor zoete koek. Een half jaar later nemen zij onze voorstellen over. Maar is het voor veel mensen al te laat. En nu hebben ze hun voorstellen, u gelooft het niet, over de verkiezingen heen getild. Wanneer ze niet eens weten of ze het zelf mogen doen. Dat verdienen deze ZZP'ers niet. Deze regering denkt vaak dat zij veel banen kan creëren met modellen. Nou, dat klopt niet. Maar zij kan wel banen vernietigen door de verkeerde wetten door te voeren. En dat hebben Wiebes en Asscher samen gedaan. In 2012 voerde ik campagne voor geloofsvrijheid. En hoe relevant dat werd hebben we gezien in het Midden-Oosten, waar Jezidis en christenen uitgemoord worden. Er vindt een genocide plaats door ISIS en dat staat nu ook in ons verkiezingsprogramma. En het is relevant voor Nederland en Europa, omdat duizenden West-Europeanen en Nederlanders nu in georganiseerd verband meedoen met het plegen van genocide. En hoewel de Amerikaanse regering, het Europese parlement dit erkennen, doet de Nederlandse regering dat niet. En zij vervolgt deze mensen dus ook niet voor de zwaarste misdrijf die begaanbaar is in ons land. Daarom heb ik samen met een aantal andere parlementariërs aangifte gedaan bij het internationaal strafhof. Omdat deze mensen hun straf niet mogen ontlopen. En ook omdat zij een gevaar zullen zijn na het ineenstorten van het kalifaat voor ons eigen land. Die naïviteit, die moeten we weg. Want wij staan voor onze grondwaarden, onze tradities. Wij gaan voor onze eigen waarden, omdat wij die al jaren, eeuwen hebben. En omdat ze in ons zitten als CDA. En als je die waarden deelt in onze samenleving, doe je volwaardig mee. Verwerp je deze waarden dan niet. Wij denken aan sterke steden, maar wij vergeten dat vitale platteland niet. Wij houden kleine scholen open. En dat is gelukt, zelfs in de oppositie. Wij houden van de bouwstenen van onze eigen samenlevingen. Dat zijn de gezinnen, de families en de verenigingen. Dat zijn zaken die men in Den Haag vergeet. Wij bieden met het vandaag vastgestelde programma, dames en heren, een serieus en betrouwbaar alternatief onder een serieuze en betrouwbare lijsttrekker. Dat is niet schreeuwerig. Dat is geen one-liner. En alle problemen in Nederland zijn ook niet in 1 A4'tje op te lossen. Maar wij hebben duidelijke, haalbare en goede plannen voor Nederland. Dank u wel.